goedemorgen. Daar ben ik weer. Nou, poeh, was me een nachtje wel zeg. Ik heb verschrikkelijk gedroomd. Een nachtmerrie was het. Wat was het allemaal het geval? Mijn Tesla werd gestolen. Vlak voor mijn eigen ogen. Ik droomde dat Corrie en ik zaten op een terrasje, aan een vijvertje. Aan de overkant van het vijvertje stond mijn Tesla geparkeerd. Komt er opeens een stel aan. Pakt mijn Tesla sleuteltje. Gaat de voorklep openmaken. Bekijk de hele auto en ik zit zo verbaasd te kijken vanaf mijn terrasstoeltje. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Raar verhaal. En opeens stappen ze in en rijden ze weg. Godsamme. Ik de politie bellen. En de politie zegt, ja, we kunnen niks doen. De auto is weg, die kunnen we niet traceren. Nou, lekker dan. Maar gelukkig ben ik wakker en Tesla staat er nog. Yeah. Vandaag ga ik naar Saint-Cyprien. Een heel leuk stadje. 2 jaar geleden was het 800 jaar oud. Dus hoe oud is het nu? Afijn, er is een markt vandaag. Het is vandaag zondag, ochtend. En het is erg druk hier. Een hoop mensen. Maar wel verplicht een maskertje te dragen. Dus, moet het zo gaan. Gaan we vanavond opwarmen. Volgens meneer moet het 80 graden, 30 minuten in de oven. Dus dat gaan we doen. Lekker! Terug in Gravel is het weer een beter op geworden. De wind is aangewakkerd door een storm. En de lucht is grijs en grauw. Ik had hem zo weer gepakt. Schuurtje. Dat was erbij staat. Dat heb ik natuurlijk niet meer gezien sinds ik gevallen ben. Maar ja, het is wel. Fietsen staan heel goed. Het zit er heel keurig bij. Heel goed hoor. Kijken wanneer ik hier weer eens op kan.
Maar op Corrie de fiets kan ik misschien van de week al een stukje fietsen. Kijk, daar komt hier wel iets interessants. Ik heb natuurlijk het begin met een muizenval gezet. En ja, bingo! Nou, ik heb geen zin meer. Ik stop ermee. Want vanmorgen was het weer nog wel leuk en aardig en zo, zonnig en warm. Maar totaal omgeslagen. Veel te veel wind. En grijs. En kouder. Dus we zijn weer echt terug in februari. Jammer. Maar dan is er nog wel tijd voor een momentje luai. Yes! Vandaag zijn we op bezoek bij tante Julia. Lekker aan het drinken. Nou, alleen dat stukje is het wel waard om te blijven zitten tot het einde. Oké, het was het weer vandaag. Tot ziens. Tot morgen. Doei doei.